Wij hebben besloten verder te gaan met de Battle of Pylos. Het is een heel eindlopen. Bijna 4000 meter. Maar hopelijk is het waard. Als wij daar gaan praten met de Spartaanse officier op het strand. De Battle of Pylos klinkt in elk geval als een... Hallo, ik wou net zeggen. Ik summende mijn paard, maar ik kwam niet. Het klinkt als een grote strijd. Als je een missie hebt waar in de titel van de missie zit The Battle of, is de kans groot dat het een epische strijd is. Dus ik ga er gewoon naartoe. Wat ik al zei, het is een heel stuk lopen. Echt een heel stuk, omdat we ook daar nog niet zijn geweest in die hele regio. Maar goed, wij kunnen dat. Zo op het paard gaat het snel genoeg. Bandit camp, daar hoef ik niet heen. Maar ik heb hem toch even gediscoverd. Probeer even een geit dood te slaan. Sloeg mis. Over de bergen moeten we. Waar dat paard weer zijn eigen loopmaniertjes heeft. Het kamp daar beneden is weer een point of interest. Het kamp daar ook. Pak mee wat ik meepakken kan. Helison camp. Ik zie hier links nog iets. Dat is een enorme muur. Bear den. Een berenhol. En we hebben de eerste 1000 meter er al op zitten. Onderweg nog wat hout meenemen. Hier een fast travel point. Laten we die sowieso meenemen. Dat is voor de toekomst altijd handig. Elke fast travel point die we vinden is meegenomen. Die geit sloeg ik wel raak. Hier bovenop, daar is de fast travel point. Die nemen we ook mee. Dus, voor Taigetto's panorama. Voor later, dat we in elk geval terug kunnen fast travelen als het nodig is. Je weet maar nooit wanneer je een fast travel nodig hebt. En ook Icaros wordt er weer beter van. Ik dacht even dat het paard er vandoor ging. Oh, daar brandt heel veel vuur daar in de verte. Daar. Is dat de battle waar we naartoe gaan? Daar waar een hele stad in de fik staat. Vind ik wel riskant. Naar een plaats moeten waar een hele stad in de fik staat. Dat klinkt inderdaad wel gevaarlijk. Daar is heel veel vuur. Nee, dat is gewoon verlichting. Maar het gaat er weer bij liggen. Dit ziet er weer uit als een bandit camp. Aristomenes camp. Laten we daar omheen lopen. En dan dus inderdaad op naar de volgende locatie. Steny Claros checkpoint. Checkpoint is ook een... kleine militaire basis. We zullen over deze berg heen moeten. Waar weer een fast travel point is. Kijk, dat is voor de toekomst. Als we hier inderdaad moeten gaan reizen, is het allemaal hartstikke handig. Al die extra fast travels. Er is weer een fort op de berg. Palace. Of Apareus. Ja, kijk hier. Die hele town die staat in de fik. Vista of Pylos. En dan moeten we dus naar die town die in de fik staat. Hier even die fast travel nog pakken.
Hup. Even Icaros weer versterken. En de fast travels pakken voor later. Maar daar, het hele dorp daar op dat eiland staat in de fik. Wij gaan daar ondersteunen. Hier is weer een Oricalcum oor. Ja, dat paard kan die berg niet opklimmen. Behalve als ik 10 meter verderop loop, dan staat hij in één keer wel voor mijn neus. We gaan naar het brandende dorp. Wat kunnen we betekenen voor de inwoners van het brandende dorp? Dit is een vijandig kampje. Ben ik niet naar op zoek. Er ligt ook een schip daar in de haven. Het schip ligt wel aan de kant waar ik moet zijn, dus ik vermoed dat het een vriendschappelijk schip is. Hier een beetje omheen en dan daar richting het strand. Dat is de gedachte. Ik kan ook een roeibootje pakken, dat gaat nog sneller denk ik. Ja, dat ga ik doen. Een roeibootje pakken. En ja, wat ik zeg, de hele stad staat in de fik. Wat is er gaande? Wat is er gaande? Kom maar, roeibootje. Vissersbootjes. Verlaten vissersbootjes. Atheense schepen, lijkt het, daar links. Terwijl we een Spartan officer zoeken, niet een Athenian. Wat is hier gaande? Oké, de mast breekt af. Maar goed, we waren toch al op de plaats van bestemming, dus we kunnen gewoon door. Spartan officer on the beach. Dit is een kleine encampment. Nou, daar gaan we. Where is Brasidas? What do you want with him? We fought together. A friend? Yes, and a friend of Sparta. Now take me to him. Stop! I have orders. Stand guard and wait for reinforcements. They were due 2 nights ago. You can stop waiting. I've arrived. You? The Athenians are dogs at our throats. You won't talk so tough once you see them. I join you, and all they'll see is the ferryman. Ha! Well met, warrior. You better fight as Kijk, good as you can. Stoere praatjes opzetten, dan geloven ze mij meteen. Brasidas, we gaan weer samen strijden, jongens. Kijk. De veldslag is al bezig. De veldslag is al bezig. Huts. De veldslag is al bezig. Tussen de Spartans, waar ik mij bij aansluit. En de Grieken. Hier, elke captain die we killen, daarvan gaat de vechtmeter van de vijand hard naar beneden. Dus laten we vooral lekker veel captains killen. Kill the enemy captain, daar, level 39, dat zal hem zijn. Meer criticals. Hup, captain is dood. Dan gaat de meter hard omlaag van de vijanden.
Zo zien we het graag. Waar zijn meer captains? Hier, level 39. Kill the enemy captain. Wij zetten de aanval in tegen de captains. Zet ook het vuur in tegen de captains. Huppakee. Weer een schedel. Er gebeurt iets. Er gebeurt iets. Een filmpje. Brasidas. Hé. Hey, onze zus. Brasidas. Zo. You and me. And it is one you cannot win. Het is onze zus, Cassandra. If Brasidas dies, his blood is on your hands. His, yours, and every one of your friends. Are you mad? We can still stop. Enough! We will not stop. I don't want to kill you, Cassandra, but I will stop you. My name is. Vecht tegen onze eigen zus. Die hier de strijd opzoekt met ons. En die ook een cultist is. Cassandra. Die ook aerial effect attacks doet. Ik sla mis. Zij heeft een shield aangezet waarmee zij unhittable lijkt te zijn. Ja, ik kan haar niet hitten. Zij heeft magische krachten. Zij heeft magische krachten in één keer, Cassandra. Zie je dat? Ik kan haar wel poisonen. Fire ook? Ja. Zie je dat? Ik kan haar niet hitten. Magische krachten. Ze zakt in elkaar. Dan kan ik wel damage doen, denk ik. Cassandra. Ze doet wel lompe aanvallen hoor. Een beetje poison. Die was mis. Oh. Ze doet een unblockable attack. Ik moet toegeven. Een waardige tegenstander. Oh, ik sla mis met mijn critical. Ze heeft weer die shield aangezet, zie je dat? Met die shield kan ik haar niet hitten. Kan ik alleen maar wachten. En poisonen kan ik wel. Dat is dus een speciale skill. Waarom zij zo sterk is. Omdat zij een skill heeft waarmee ze niet dood kan. Niet eens te hitten is gewoon überhaupt niet. Zie je dat? Demos. Totdat ze zo weer oververmoeid is van het gebruiken van de skill.
Zolang ze die shield skill heeft, kan ik geen damage doen. Kan ik alleen maar dodgen. Ik kan die shield ook niet breken, want wat is hier de gedachte van? Poison doet weinig. Poison doet weinig, normale attacks doen weinig. Net zakte ze een keer in elkaar, toen kon ik weer damage doen, maar dat kan nu ook niet. Oh, ik mis mijn dodge attack. Fire damage. Kijk, ze zakt weer in elkaar, dan kan ik weer damage doen. Criticals, altijd goed, altijd goed. Ik laat mezelf elke keer ook in haar criticals lopen. Dat is minder verstandig. Zie je dat? Uitkijken voor al die kleine ontploffingsgebieden. Lekker haar poisonen. Dat werkt. Ik mis weer mijn dodge. Maar zo langzaam en zeker die damage pakken, dat is goed. Hier, nog een critical. Ja, daar gaan we. Daar gaan we. Cassandra. Wat wil je? One of us will die. Isn't that the point? I found Mata. Finally reunited. Only to lose each other again! We gaan haar helpen. Ik krijg ook een boom op mijn bek. Ik had hier meer van verwacht. Ik kon kiezen you made your choice of hold on. Ik koos voor helpen. Nou, ik leef in elk geval nog. Ik zit in een gevangenis. Daar staat een soldaat. Het is Cassandra. We zijn gevangen genomen. I don't know what you were thinking back there. What? Trying to save you? That's not what that was. I told you to stay out of my way. Yet here you are. So, what? I'm a prisoner until I'm killed? That's the plan. Or I could come in there and end you anytime I please. But before that, tell me what you know. I thought your cultists told you everything. Sounds like you're on their side, but they're not on yours. You think I'm just a puppet? Then prove it to me. Tell me why I'm on the wrong side. Convince me. I dare you. What do you want to know? Everything you claim to be true. But after this, I kill you. Why was I abandoned that night on the mountain? Abandon you? Is that what you call it? There's no other name for what you did to me. I was left to die. We tried to save you. They decreed my fate, and you accepted it. Mater went after you.
What do you mean, after me? She went down the mountain to find you. She had to find you. And what did she find there? She brought you to a priest to be healed, but he told her you died. I wasn't her only child. Not everything was lost. No, all was lost. Everything we ever knew. What do you know? You know nothing of what I had to do. Listen, after you and the Elder fell, they threw me off Mount Aigetos too. Pater, let me go. It was his duty. You were abandoned too. Yes. But we both survived. Against their wishes. We did. We're alive. Maybe it serves them right. Themos, we've been searching for you. And you are here. Dat is de nieuwe leider van Athene. In the gutter. I heard shouting. Nieuwe leider van Athene. Leave. Now! This was not your action to take, girl. I am not your puppet. And you are not my master. Of course, champion. Any discretion I won't repeat. Hij is de leider van Athene. De man die achter Pericles aan zat. Hij is ook een cultist. Keep in mind, you put yourself in the cell. I don't recall doing that. You have to understand. This is all for Athens, Alexius. Pericles would have impoverished the entire city. The people were living in squalor. So you had him murdered? You can't find the perfect yolk without breaking some of the quail's eggs. Hij heeft Pericles laten vermoorden. Killing your adversaries proves what kind of leader you are. Oh, I'm just getting started. If only you'd be around to watch. Come into the cell. You're here to kill me, aren't you? Let's see what happens. Fortunately for me, there are other fires I need to extinguish. I have heard word of revolt. Already? That was fast. I have a plan. They can't revolt if they're dead. I don't know how you can take on a band of rebels if you refuse to fight this one. The act itself is out of my hands. The vote has been cast. What did I tell you? The people have given me their blessing. I use their power. That's not democracy. The people have chosen their destiny, Alexius. They've chosen me. Fuck you, Cleon. Nou, wij gaan deze twee soldaten gewoon in elkaar slaan, natuurlijk. The people of Athens have spoken without me lifting a finger. That is how you treat rebellion. They don't know what they're agreeing to. The cult wins, Alexios. Now, I have to see about the boat heading to Mytilene. Its people are in for a rude awakening. You can run! Hier, ik sla je tegen de muur aan van de cel. Baas. Hier, critical, zelfs zonder wapens. Bam. Zelfs zonder wapens. Barnabas. Socrates. Socrates, de filosoof, komt hier vechtend binnen. Good timing. Interesting. Death may be the greatest of human blessings after all. At least you tried. Surely it's the thought that counts. Thank the gods you are alive, Alexios. If those guards are not the last, I say we need to leave and do so quickly. Wait, we need to talk about Cleon. Socrates is on to that Malacca. We know what he is doing. Be brief. His equipment, Barnabas. Barnabas heeft mijn spullen gepakt. Lekker, jongen. Come, Barnabas. Alexios
Meet us at Pericles' residence. There we'll discuss all we know. Het huis van Pericles. The steps to the Parthenon are long and built on corpses. We hebben nu dus geleerd dat Cleon, kijk eens, is de leider van de cultists aan deze kant. Lekker hoor. Pausanias was een leider en Cleon is een leider. Hebben wij geleerd. Nieuwe items gekregen. Quest items. Nieuwe helm. Is beter dan wat ik heb. Oké, dan zetten we die op. Nieuwe bracers. Zijn minder goed. Zetten we niet op. Nieuwe quest. Doing time, ja. Yeah. Ja. Yeah. Opgesloten. En wat we nu te doen hebben is ontsnappen. En dan het gesprek aangaan met... we zijn ook level up. Kunnen nog een skillpointje kiezen waar we wat aan hebben. Require spear level 5. Dat is allemaal van die active abilities. Ik wil eigenlijk geen active abilities, maar het is wat het is. Nee, ik gebruik ze ook allemaal al. Dit kunnen we nog doen. Snap 1 is geen actieve ability. Dan is de volgende quest. Is dan The Resistance. We gaan in opstand komen. Tegen Cleon the Everyman. Gaan we doen in de volgende video. Wij zien jullie graag daar weer. Hey, ik word gezocht, zie je. Kan ik die afkopen? Ja. Even kijken. Wij worden nog steeds gezocht door twee figuren. Maar dat komt goed. In de volgende video gaan wij de opstand starten. Graag tot dan!